Yo, kijkers van Online Games en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Prison Universiteit. Goed jongens, welkom terug. Gloednieuwe aflevering. Wat gaan we vandaag doen? Gewoon hetzelfde als gisteren. Ja. Goed, ja. Ik heb natuurlijk wel wat geld, maar ik wil eind van de week willen we natuurlijk allemaal de gevangenen hebben. We staan nu op min 3000, want ik heb ook nog allemaal subsidies. Ja, die moet er gewoon ook een keertje behaald worden. En daarom krijg ik een voorschot van min 5000 of zo. En dan krijg ik natuurlijk wel weer wat geld voor. Hoe was dat? Subsidies, waar staat dat? We kunnen ook gewoon hier zo, hè? Wacht op geld. Daar krijgen we 16.000 voor. En zo deze ook. Dus ik heb dat 10.000 euro. En dan wat. Hier. Plaats. Laat 10 gevangenen slagen voor het basisonderwijs. Die voorschot die heb ik al gehad. Dus als ik hem nu pak, dan gaat die 15.000 euro gaat er weg. Dan krijg ik nog minder geld en daar zit ik niet op te wachten. Dus maak geduld, komt goed. Het is nu rustig in de gevangenis. Iedereen slaapt. Leeggehaald. Dan is het nog niet veel. Meestal is het toch wel altijd overdag. Ja. Krijg een busje. En een vrouw. Dat is snelste niveau gezet. Ja. Ik heb een vormingsprogramma. Prima. Want weet je nooit wat er gaat gebeuren. Oh, kijk, daar gaan ze. Oh, nee, niet daar bewaken ze op. Hier. Nee, mensen. 14. Wat is er nu voorbij? Er worden mensen opgeroepen. Zijn er mensen? Thank you.
keuken zijn om de rustig te zijn. Een aantal dooien. Ruim op die zooi. Nou goed, dat is in ieder geval opgelost. Kus in de pot. What the fuck doe jij hier tegen de muur dan als vragen? Gelukkig is er hier één. Dan kunnen zij gewoon weer doorwerken. Beursleutels en een aantal dooien. Nee, ik kan weer patrouilleren. Ik wil ook nog zo'n plek. Oké. We kunnen het weer versnellen. Er zit hier ook ergens Maar goed, morgen gaan we ook een flinke grondelijk onderzoek doen. We krijgen dan binnenkort van heel veel geld. Okay. Ik heb geld! Yay! Oké, nu ga ik eindelijk dit hier doortrekken. Dan heb ik hek nodig. Hek. Trek dit door tot aan dit hier. Even dit. Het enige wat je moet doen. Dan kunnen we dit gaan slopen. Maar voordat dat is, moeten we eerst dit. Want ja, dat wordt allemaal doorgetrokken. Ja. Hey, stop. Het is heel ander hek. Heg? Nee, geen heg. Een hek.
Maar we zullen dus een hekje daar. Ik heb deze nodig. Een hek. Nou, bouw maar opnieuw, jongen. Bouw hek. Juist, kijk, zo moet je dat doen, jongen. Deze nog met z'n drieën, dat kan wel. Kijk. Zo. Muren slopen dit. Wat gaan we slopen? Kom maar. Want er zijn ook wat tunnels. Ik hoorde het niet. Ik weet niet wat het was, maar er was iets. Dat was natuurlijk. Ik weet niet waar. Maar komt goed. Zij gaan de boel slopen. Ja. Ah, kijk eens aan. Hoppa, kijk wat man. Met mannen mag wat gebeuren. Oké. Okay. Oh, daar staat de kamer. Luchtplaats. Hebben ze namelijk iets grotere luchtplaats. Oké. Okay. Dit zou ook een groot... Groter krijgen jullie gewoon niet, denk ik. Ja, hier moeten we ook nog... Hier nog wat doen, maar... jullie krijgen natuurlijk ook wat gras hier voor mij. En that's it. Begrepen, Marcus? Dit is alvast gras. Komt dat je niet genoeg geld hebt, krijgen jullie voor mij dit alvast. En we kunnen natuurlijk weer 240 morgen. Morgen moeten we meer doen. We moeten een grondelijk onderzoek doen. We moeten meer gevangenen erbij doen. 38 gevangenen erbij. Dat is al wat. En dan gaan we misschien bijna richting de 90 bewakers ook. Hij zit dan wel alles te controleren. Maar ja, komt helemaal goed. Ja, hebben wij ook.
Ik heb nog een tijdelijke personeeldeur. Maar ja, die hoeft niet te betalen. Die wordt hier geplaatst. Kan hier al de lampaar ingedaan worden. Ons geld raakt op. Ja, ik weet het. Heb je het niet verstaan? Okay. Ik ben hier mee bezig. Zo, dat is. Hey, die deur. Laten we trouwens dan ook beveiligingssectoren. Kijk, dit. Prima, dit. Daar mag alleen personeel even in. Alleen personeel verder hier. En hoe zit het nou met die stroom? Deze kan nog wel. Die kan gewoon hier zo hop doorgedrukt worden. Dat komt ook nog wel de stroom, maar dat kan ik nu nog niet doen. Want ja, ik heb natuurlijk geen geld meer voor. Veel zit ook in de eenzaam opzet, vooral die gasten. Veel missen die we nu toch weer vrijgelaten. Voor nu ga ik het denk ik hier zo bij laten. Morgen hoop te doen gevangenen erbij. En grondelijk onderzoek voor morgen. Ik hoop dat jullie er dan ook bij zijn. Kijkers, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot morgen dan weer jongens. Mazzel!